Hoe is het trainingskamp in Spanje bevallen? Ja, heel goed. We hebben goed getraind, goed gewerkt aan ter voorbereiding van de tweede seizoenshelft. En ja, ik denk dat we wel kunnen terugkijken op een goed trainingskamp. Want je ging de winterstop eigenlijk een beetje met een kater in en is die nu weggespoeld? Ja, ik denk dat we de meeste spelers daar nu niet meer echt mee bezig zijn. Maar we zijn vooral bezig met wat ons nu te doen staat. En dat is zorgen dat we in de Eredivisie blijven. En ik denk dat we met z'n allen wel bewust zijn van dat het nu wel echt tijd is om op te staan. En gewoon echt beter doen dan de eerste helft. Kende jij Dick Advocaat voordat hij hier aan de slag ging? Ja, ik kende hem vooral van naam. Dat hij bij grote clubs heeft getraind. En dat hij ook het Belgisch elftal heeft getraind. Clubs als Sint-Petersburg en Fenerbahce en zo. Dus ja, ik wist wel dat het een grote trainer was voordat hij kwam. En hoe bevalt hij je de eerste 2 weken? Ja, dat bevalt zeer goed. Je merkt gewoon meteen dat je met een ervaren trainer te maken hebt. En dat hij gewoon al heel veel heeft meegemaakt in de voetbalwereld. En dat brengt hij ook over op ons. En ik denk dat wij daar met z'n allen goed op reageren. We hebben goed gereageerd op de trainer. En ik denk dat iedereen gewoon elke training heel hard zijn best doet om maar ook aan hem te laten zien van dat hij erbij hoort en dat hij verdient om te spelen. Heb je al met hem gesproken over jouw rol voor de komende paar maanden? Ja, daar heb ik al over gesproken. Ja. Hoe dat hij mij ziet, welke positie dat mij wil dat ik invul. En daar kan ik mij zeker in vinden, dus dat is goed. Nou, morgen zijn debuut tegen Vitesse. Ja. Hoe is het gevoel voorafgaand aan die wedstrijd? Ja, ik denk goed. Ik denk dat we ook die wedstrijd tegen Kaiserslautern die we gewonnen hebben, dat is toch wel een kleine confidence boost naar aanloop van de wedstrijd van morgen. En ik denk dat we met z'n allen er klaar voor zijn om morgen een goed resultaat neer te zetten. Om nu gewoon wel gewoon te presteren zoals het hoort. En ik denk dat ik namens de groep kan spreken als ik zeg dat we er klaar voor zijn.